goedemiddag, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Nancy is gewoon de hele ochtend al aan het bellen met alle callcenters die er bestaan. Alle klantenservices. En zit elke zo lang in de wachtrij. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar je hebt tegenwoordig echt minimaal gewoon 5 wachtenden voor je. Dat gaan we even doen en daarna gaan we even samen de auto wassen. Want we gaan Nessim's auto verkopen, Nes. Ja. Dus ja, voor zijn theater heeft hij dus een busje nodig. En dan gaat hij eerst een auto verkopen en dan gaan we een busje halen. Echt jammer, want dan kan ik niet meer in Nessim's auto rijden. Oh, ja. Ja, het kan wel, maar het is gewoon niet meer, het is gewoon niet meer een normale auto. Je rijdt echt zo in zo'n busje. En ik kan al zo slecht parkeren en zo, laat staan met een busje. Trouwens, zo heb je met deze oorbellen voor de mensen. Ik heb echt zoveel vragen gehad naar deze oorbellen. Toen ik ze op Insta Stories had geplaatst. Maar ze zijn van PD Paola, ik weet niet of ik het uitspreek. Ze zijn gold-plated, dus ik ben er heel happy mee. En deze ring kreeg ik ook heel veel vragen naar. Deze is gewoon van de H&M. Yes, that's it. Nessim gaat zijn auto wassen en ik wil eigenlijk helemaal niet mee. Sorry, ik kan niet echt in de zon kijken. Maar hij heeft me weer omgekocht met koffie. Dus ik ga lekker mee en dan gaat hij een koffie voor me halen. Zo. Dat is zo makkelijk eigenlijk, hè? Eerst wou ik Starbucks en dat vond hij te ver gaan, want het is niet echt in de buurt. Dus ik, oké, dan mag je gewoon een koffie me halen. Wel een goeie, bij de Italiaan. Ja. En nu gaat hij koffie voor me halen. Dat maakt me zo blij. Nu ga ik mee, dan moet ik stofzuigen en alles voor een koffie. We hebben een jurkje aan van de Zara. We hebben lekkere vuilnis mee. Trouwens, ik ga deze slippers vandaag. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Deze slippers ga ik vandaag inwisselen voor anderen. Want ik heb mijn nieuwe binnen en ik ben zo happy. Best night. Oh shit. Yeah. I never let you bring me out. Sitting here. Guys, ik heb lekker mijn koffie. Lekker koffie drinken. En dan gaan we zo starten met de binnenkant. Ik ga even mee helpen met de binnenkant even schoonmaken. En dan gaat hij stofzuigen en dan de buitenkant gewoon. Dan zijn we klaar. We zijn dus de doekjes vergeten thuis om de binnenkant schoon te maken. Dus we halen die even bij de tank. Die doekjes kunnen echt alles zo goed schoonmaken gewoon. Maar ja, het is toch echt zo raar dat je zeg maar de ene dag kan opstaan. Dat je gewoon je zo gewoon natuurlijk kut voelt. En nou, daar gaan we dan, NS. Kijk, deze doekjes bedoel ik. We gaan hiermee dus de auto schoonmaken. Ik weet niet of ze per se beter zijn dan schoonmaakdoekjes die ik thuis heb, maar goed. Zo, kijk die stof. Nessim is weer even naar de comedy club, dus ik eet vandaag alleen. Wat ik echt chill vind, want ik ga vandaag weer vegetarisch koken. Ik maak gewoon even lekker een groentestoofpotje, een groenteschoteltje met wortelen, courgette, uitjes, sperzieboontjes en tuinboontjes. I love this. Ik ga het lekker pittig maken. Voor dit soort gerechten dan snij ik eigenlijk best wel grof. Maar je moet dan wel echt van ui houden hoor, want je proeft het toch wel terug in je gerecht. Maar ik snijd het altijd gewoon zo. En dan bak ik het eerst in olijfolie. Ook de wortel snijd ik gewoon grof. Ik vind zulke grote stukken echt heerlijk. Nessim haat dus gerechten waarin dus groenten zo grof zijn gesneden. Daarom maak ik het eigenlijk alleen maar als ik alleen thuis ben. Doe ik gewoon even erbij. De courgette ook gewoon lekker grof. I love it. Dan doe ik gewoon de rest er ook bij. Dit zijn diepvriesgroenten. Ik vind het altijd lekker om groenten eerst gewoon goed te bakken en daarna pas te koken. Als eerst, of course, Himalaya zout. En ik doe erbij ras el hanout van die Marokkaanse kruiden, die je altijd zo lekker in tagine en zo. Die gebruik ik hiervoor ook. En ik gebruik mijn mixkruiden. En die mixkruiden lijken gewoon op de mix van 7 mixkruid, die kan je kant en klaar halen bij de Turk. En dan heb je eigenlijk al heerlijk gekruide groenten. Alleen doe ik er nog heel veel chilipoeder bij. Ik heb gekookt water toegevoegd en nu laat ik het gewoon rustig sudderen. En dan voeg ik op het einde even tomatensaus toe. Niet zo heel veel voor het gerecht. Normaal gesproken voeg ik echt heel veel toe.
Maar voor zo'n groenteschoteltje vind ik het lekker als gewoon een beetje erin zit. Dit is mijn groenteschoteltje. Ik heb er zoveel zin in en het ruikt ook echt heel erg lekker. En ik kijk ondertussen naar de slimste mens. De groenten waren echt heerlijk, jongens. Eigenlijk waren het gewoon gekruide groenten. Love it. Ik heb echt de helft van de pan gewoon opgegeten. Ik kan echt zoveel groenten eten. Ik ben er echt gek op. Ik ga ook, denk deze komende dagen echt heel veel groenten naar binnen werken en weinig vlees. Wat grappig, ik zag het net op reclame, maar ik roep al weken dat ik heel graag mosselen wil eten, want nu het seizoen ervoor. Zeg ik echt elke keer, en de vorige keer had ik wel afgesproken met Honey om mosselen samen te eten, maar het komt elke keer niet voor. Maar ik wil het echt nog graag doen, mosselen. Dat staat op de planning. Ik denk dat ik even ga douchen en mijn pyjama ga uitdoen. Ik heb heerlijk gedoucht, ik kom net uit de douche. En toen belde Nessie mij dat hij dus weer onderweg is en dat hij graag even nog langs kantoor wil. En hij vroeg me of ik mee wil. Dus ik ga me even snel klaarmaken. Nou ja, klaarmaken. Ik ga even snel mijn kleren, mijn haar even droog feunen. Zodat ik niet ziek word. En dan haalt Nessie me op. Ik weet niet of jullie het ook hebben. Voor de vrouwen met een vriend, partner, man. Dat hij altijd wil dat je overal mee naartoe gaat gewoon. Maar ja, eigenlijk is het natuurlijk wel positief. Oh mijn god, ik heb mijn lipliner echt lelijk gedaan. En ik moet nog wasjes draaien, zoals je ziet. Trouwens, wat betreft mijn haar heb ik even gepland. Dat ik dus na de zomer, echt in de herfst, even mijn haar ga verven, de uitgroeien. En dan tongen eroverheen ga gooien. Weer even een koperkleurtje. Ik vind het echt heel erg mooi. En dan vooral in de herfst. Natuurlijk bij Dina weer. Dus dat is een beetje de planning. Dus voor nu blijf ik gewoon vanaf. En dan weer even een stukje vanaf knippen. Want ik merk dat het dan wat sneller groeit allemaal. Zo, hier is dan. Ik heb even heel snel gedroogd en toen even vast gedaan, even oorbelletjes ingedaan. Ik heb een jurk aan die gewoon even lekker comfortabel zit. Ik ga even een parfum op doen vanuit Turkije. Even kijken wat ik op ga doen. Lancôme Hypnose, die ga ik op doen. Ik dacht ik ga even naar beneden, maar hij is mezelf even naar boven gekomen. Ik zei jullie toch dat hij helemaal niet onder de indruk zou zijn van mijn eten, want hij vindt zeg maar echt groenten die zo grof zijn gesneden helemaal niet lekker. Weet je waar het op lijkt? Nou. Het lijkt op zeg maar wat je krijgt bij de couscous. Ja, het was, daar was eigenlijk op gebaseerd. Hetgeen wat je niet eet. Maar dan zonder couscous. Hoezo? Dat vind ik juist het lekkerste gedeelte van de couscous. De groenten. Nee, vlees zeg maar het lekkerste. Oh ja, ja. Weet je wat ik trouwens laatst bijna wou eten? Nou, ik ben jou niet aan het filmen hoor. Weet je wat ik laatst bijna wou eten? Nou. Ik wou het bestellen, dat was fufu. Wat? Afrikaans. En ik heb heel veel goede reviews overgelezen. Maar het is ook wat vlees en gekke dingetjes. Oh, wij zitten inmiddels in de auto onderweg naar kantoor. Ja. Nesme heeft even besloten om niet buiten te eten. Want hij wil heel graag eten. Hij heeft nog niet avond gegeten. We gaan straks even naar huis. En ik had nog een broodje met kruidenboter in de diepvries. Die ga ik weer maken met een lekkere salade. Ja. Vind ik dat goed? Ja. Voor de rest, ik heb dus heel lang niet zoveel fruit, groenten gehad als vandaag. En met name peulvruchten. Nee, daar lig ik er wel bonen van. Maar ik heb heel lang niet zulke groenten in één keer zoveel gehad. Waardoor dus mijn buik, en nu, zien jullie dit? Mijn buik ziet er zo uit. Yes. Ik doe niet eens moeite, maar ik ben heel erg opgeblazen. Maar ik heb daar een beetje een verklaring voor. Ik denk, mijn lichaam is het dus niet meer gewend. Dus het moet allemaal wat beter verteren, denk ik. Maar ik heb het echt nog nooit gehad. Maar ik denk gewoon omdat ik het laatst iets minder goed heb gegeten, dat mijn lichaam daar weer aan moet wennen. Maar het komt wel goed. En morgen gaan we mosselen niet. Over het mosselenseizoen is en hij zei dat we morgen samen mosselen gingen in. Spannend, hè? Oh, ik ben echt blij dat je alles wat ik leuk vind, wat ik lekker vind, ook vindt. Guys, kijk mijn buik. Ik doe echt geen moeite. Dat is echt niet normaal. En dat komt allemaal door dit. We zijn thuis. Ik ga gelijk dit maken voor Nessie. Stokbrood met kruidenboter. Nou, broodjes in de oven. Nesme is even watermeloen aan het snijden voor ons. Ik ga weer even mijn pyjama aandoen. Oh mijn god, Mick. Wat? Kijk dan. Wat? Oh mijn Kijk god! Dan. Hoe gruwelijk, ik heb het gesneden. Het komt zo eruit.